SP-Kamerlid Sanet Karabulut. Welkom. Goed dat je er bent. Als je één stapje naar achter doet, dan kunnen we even hier kijken. Wij vonden namelijk iets van jou. Wij vonden namelijk een interview wat jij gegeven hebt aan het NRC. En bij de SP is bekend dat daar niet vaak openlijk kritiek wordt geleverd. Dus als dat gebeurt, zijn we altijd... Dan wordt het zo... Voilà. Zo gespind, hè? De grote ontspinshow vanavond. We kijken even naar één fragment uit dat interview. Oh, ik kan dat niet eens goed lezen. Ik ga het even voorlezen. Het is niet alleen Emiel Roemer, natuurlijk. Roemer is ons uithangsbord. Je voorman moet gewoon presteren. Maar hij doet hartstikke zijn best. Hij heeft niet zo'n lekkere periode gehad. Voor hem geldt hetzelfde als de rest van de partij. De machine moet beter gaan draaien. U doet een gooi naar het partijleiderschap? Nee. Het was zo'n interview en dit is zo'n klein stukje eruit wat het nieuws was van die ochtend. Hoe dat dan gaat is, het is een heel uitgebreid interview over buitenlandpolitiek, over de achtergrond, over allerlei portefeuilles. En vervolgens gaat het een hele tijd over de partij. En dan vertel je dat het hartstikke goed gaat met de partij. En vervolgens vraagt men door, ja maar waarom? Gaat het dan niet beter in de peilen? Kan het niet? En dan geef je gewoon een eerlijk antwoord. Natuurlijk kan het beter. En dat moeten we met z'n allen doen. En vervolgens, als ze dan doorzagen op Emiel, dan komt er ook een passage over Emiel. En that's it, niet meer, niet minder. Maar het punt is natuurlijk wel, als iemand maximaal presteert, namelijk zijn best doet, en het gaat niet goed, is het toch een probleem. Nee, kijk, het gaat goed. Het gaat goed. Let op de spin, dames en heren. Daar gaan we. Ja, live, on stage. Het gaat goed. Ja. Ik constateer dat het nog beter kan. Ah. Ja. Oké. Ja, en vervolgens gaat het over Emiel, wat al daarvoor een ding is geweest. En dat wordt dan gigantisch opgeblazen. En omdat men blijkbaar het heel bijzonder vindt dat je open bent, te beginnen bij jezelf, want het was eigenlijk een stukje zelfkritiek, maar iedereen die focust dan op deze passage, want ik wil eigenlijk wel dat lange stuk nu erbij. We hebben alle artikelen direct in de lobby klaar liggen, kan iedereen rustig inkijken. En iedereen focust dan daarop. Ja. En het was gewoon een stukje zelfkritiek. En dat wordt dan op deze manier gespind. Dat is, dat gebeurt blijkbaar. Is dat een beetje de Haagse mores? Ja. U heeft het bij deze een beetje ontspind. Voor u natuurlijk wel de kans vanavond om eens eindelijk een keer deze mensen die u dagelijks om kritiseren is, ja inderdaad, handen wrijvend. Is er trouwens iemand van deze die u ooit onrecht aangedaan, waarvan u denkt, die moet ik extra even opletten vanavond? Niet dat ik weet. Dan blijft natuurlijk de vraag die je aan een jurylid vraagt, zeker een eenkoppig in dit geval, waar gaat u op letten? Nou, het gaat natuurlijk alleen maar om de vorm. Juist. We hadden Diederik Samson ook gevraagd, maar die kon niet, dames en heren. De inhoud is helemaal niet belangrijk. Vooral een grote mond hebben. Dat is zo'n beetje hoe het gaat in het Haagse. Nee, ik zal kijken naar wie het origineelst is. En waarvan ik denk dat die de spin heeft ontspind. Want eigenlijk heb ik een verschrikkelijke hekel aan spinnen. Ben ik daar ook helemaal niet goed in. Maar ik vind het wel interessant om te leren hoe dat dan gaat. En hoe journalisten vervolgens de informatie ontfutselen. Dames en heren, Sanet, dankjewel. Ga lekker zitten. APPLAUS